Onder massale belangstelling van pers en fans is Jury van Gelder vanmorgen aangekomen bij de rechtbank in Arnhem. Bij het naar binnen gaan probeerden allerlei journalisten hem verschillende vragen te stellen, maar de Turner wilde nergens op ingaan. Het enige dat hij zei was dat hij hoopt op een goede afloop. In het kort geding dat Van Gelder heeft aangespannen tegen het NOC-NSF eist hij dat hij maandag alsnog mag meedoen aan de ringenfinale van de Olympische Spelen in Rio. Los van de uitspraak die de rechter zal doen, lijkt de kans klein dat hij terug mag naar Brazilië. De Internationale Turnfederatie heeft al gezegd dat Van Gelders terugkeer uitgesloten is. En bovendien is er al een vervanger aangewezen. Van Gelder werd begin deze week weggestuurd omdat hij de regels had overtreden. Hij ontkent dat er sprake is van drankmisbruik.